vind ook het coronavirus past niet bij dit mooie weer. Dat is zo in tegenstelling, vind ik dit. We zijn hier in Gouda. En we gaan bij mevrouw Anke langs. Die is 81 jaar. En die heeft helemaal niemand met Pasen. Dat is niet helemaal waar. Want wij zijn er. Jongens, 1,5 meter. Afstand. Kom nu in mijn aura, bitch. Ja? Hey, dit zijn ze dan, de bloemen van Hugo. Het is toch zonde als je ziet dat al die bloemen zomaar vernietigd worden. Dus wij dachten, we gaan er een heleboel mensen blij mee maken. Met name de mensen die dit weekend alleen zijn. We zijn hartstikke trots dat we al die ouderen een bos bloemen mogen brengen. Met jou, met de sierteelt. En we krijgen nu al zo ontzettend veel leuke reacties. Het is echt hartverwarmend. Vindt u het goed als de burgemeester u een bloemetje overhandigt? Ja hoor. Ja? Ik ga geen hand geven, maar ik ga wel geven. Nou. Alsjeblieft, een heel goed paaskomment. Dank u wel, geweldig. Ik heb mijn hobby's, ik puzzel. Ik lees graag. Ik handwerk. En ja, zo kom ik toch mijn dagen wel door. Nou, geef dan maar die bloemen terug. Nee, wat fijn. Nou, heel veel mensen kunt u misschien ook inspireren die dit zien. Hè? Van blijf bezig voor jezelf. Fijne dag. Dank u wel. Dag. Doei, doei. Een bloemetje geven aan iemand die eenzaam is vooral heel veel krijgen. We gaan naar mevrouw Martsen. En we hebben hoog bezoek. De minister, wie is er? Ik ben zelf een hele knuffelaar, dus dat vind ik nou wel jammer. Dat vind ik jammer. Ja. Het is allemaal een beetje op afstand, maar ik ga ze aan u geven. En u bent zondagjarig aanstaande, dus het is ook een mooi moment om de bloemen te geven. Ja, alsjeblieft. En van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, we zijn hier dus bij Ko Martsen. Die heeft net een bloemetje gekregen. Niet omdat ze zo eenzaam is, maar omdat ze zo kleurrijk is. En allemaal juist mensen die het moeilijk hebben ondersteund. Ik vind ook het coronavirus past niet bij dit mooie weer. Dat is zo in tegenstelling vind ik dit. En weet je hebt ook veel meer behoefte dan om naar buiten te gaan. Omdat het zo prachtig weer is. Maar een bloemetje. Nou, ik eet nog liever een boterham minder dan dat ik geen bloemetje op tafel heb. En dat ik hoop dat dat ook bij andere mensen ook zo overkomt. Dankjewel, Ko. Graag gedaan en heel veel succes met jullie actie. Ik vind het geweldig, echt waar. Misschien moeten we een bedrijf beginnen, Ali en Ko. En ik ben zelf de kerk.